Het Defensie State Partnership Program, welke Suriname heeft met South Dakota uit de Verenigde Staten, wordt gecontinueerd. Dit liet minister Krishna Kumari Mathura van Defensie gisteren weten op een persconferentie over het bezoek van Daniel Erickson, plaatsvervangend adjunct-secretaris van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Mathura benadrukte dat in deze samenwerking humanitaire projecten, zoals medische en renovatieprojecten, centraal staan. Maar ook versterking van onze capaciteit, de skills, de stages die we krijgen, de bezoeken, de hoge bezoeken wederzijds, zowel aan South Dakota en als aan Suriname. En eigenlijk is dit bezoek ook een beetje voortgevloeid, omdat vorig jaar wij waren bij het jubileum van het State Partnership Programma en toen heb ik een bezoek gebracht aan het Pentagon. En daar heb ik een uitgebreid gesprek gehad. Ik heb hem daarbij uitgenodigd om naar Suriname te komen. En heeft hieraan gevolg gegeven. Dus één is het State Partnership Programma. Dit jaar staat er weer ons project Grammati op schema. We hebben nu een delegatie van South Dakota hier om de planning te doen. Dus 2 dagen conferentie hier. En we gaan ook door met de renovatie van scholen en andere projecten. Daarnaast hebben we ook gesprekken gevoerd over hoe gaan we om met de effecten van klimaatverandering, de rampen die er zijn en hoe kan Amerika ons daarin ondersteunen. Daniel Erickson, plaatsvervangend adjunct-secretaris van het Amerikaanse ministerie van Defensie, haalde aan dat de Amerikaanse staat de samenwerking met Suriname waardeert. In 2024 staat er volgens hem nog meer in het verschiet in de samenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten. Hij zei dat door samen te werken de twee landen veiligheidsuitdagingen in de regio kunnen tegengaan. These are challenges that in many cases are transnational or transboundary in nature, including the threat posed by illicit networks, drug trafficking, transnational criminal organizations. And indeed, even new risks and threats that are posed by climate and necessitate the need for greater investment in humanitarian assistance, disaster response, and climate resilience. As we know, modern threats are complex, multifaceted, and multinational in nature, and they do not respect national borders. For that reason, it's extremely important that all of us work together to advance and overcome the challenges and security threats that we do face. Het persmoment is gehouden op het hoofdkantoor van het ministerie van Buitenlandse Zaken onder coördinatie van minister Albert Ramdien.